voor vele generaties een begrip. Ook voor de kinderen van BN'ers is het klassieke tomorrow dan ook gesneden koek. The sun come out tomorrow, what your dollars got on till tomorrow. Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow. Dat die trompetten er doorheen zitten te fluiten. Anders hadden we zeker even de serenade hier. En met mijn zoon ook, we hadden het zo gedaan. Niet alle kinderen van BN'ers zingen het lied uit volle borst mee. De dochter van Linda Wagenmakers laat zich niet verleiden ook maar één noot los te laten. Ik hoorde dat jij heel mooi kan zingen. Kan je dat? Wil jij een stukje voor mij zingen? Laat eens horen. Een beetje verlegen. De neefjes van Albert Verlinde hebben er minder moeite mee, maar hun oom is dan ook een van de producenten van het stuk. Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're only a day away. Prachtig, hè? Net een Van Trapp familie. Natuurlijk is Annie meer dan het nummer Tomorrow. De musical heeft een zeer sterke verhaallijn die jong en oud aanspreekt. Ja, Annie is natuurlijk een weeskind, hè, wat in het weeshuis is gebracht. En uiteindelijk mocht ze de feestdagen komen vieren bij een miljonair. En toen kwam Miss Henneke natuurlijk heel gemeen daar als de zogenaamde ouders naartoe. Maar die werd ontmanteld en uiteindelijk is Annie heel gelukkig geworden en daar gebleven. En heeft een fantastische kerst gehad. De musical Annie, geproduceerd door onder andere Princess Entertainment, is in ieder geval nog tot eind februari te zien in het Efteling Theater.